Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik u iets vragen? Ja, zeker. U kwam vanaf zeg maar de Loet. Ja. En u heeft de fietser gezien, neem ik aan, die uit de Herenstraat komt. Oh, ik had hem vol moeten gaan zeker. Ja. Precies. Ja. Deze mevrouw is niet de enige die zich vergist in een voorrangsituatie op het kruispunt tussen de Herenstraat en de Loet. Regelmatig worden de fietsers die vanuit de Herenstraat komen aanfietsen over het hoofd gezien. Oorzaak? Auto's die binnen 5 meter van de bocht geparkeerd staan. En die auto's, zeker bedrijfsbusjes, die ontnemen dan het zicht op de Herenstraat en van de Herenstraat op het verkeer wat hier over de Loet rijdt. De Fietsersbond maakt zich zorgen om de situatie en probeert automobilisten erop te wijzen. Ze stoppen al een jaar lang briefjes onder de ruitenwissers. Met het verzoek, mensen, hou die afstand nou van die hoek. Niet omdat het volgens de wet moet, maar omdat het voor iedereen beter is. Begin augustus vond er nog een gevaarlijk ongeluk op het kruispunt plaats. 3 weken terug werd er een dame ondersteboven, die lag ook boven de auto en het voorraad lag eruit van die auto. En ik hoorde die klap en ik had echt de rillingen. Ik durfde ook niet te kijken. Ik denk, en iedereen bij mij in het café en ook op het terras, nou, die schrok zich helemaal te pletter. Hoewel dat volgens de cijfers van de politie het enige ongeluk is dat hier het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, maken ook mensen uit de omgeving zich zorgen. Het is meer dat het altijd bijna is. Dat ze net op tijd op de rem kunnen trappen, de auto's. Of dat de fietsers net uit kunnen wijken. Maar ja, het gaat natuurlijk een keer echt fout. Dat is eigenlijk, daar is het wachten op zowat. Ja, dat zijn toch wel dingen waar je niet vrolijk voor. En wat eigenlijk niet nodig is, omdat je hier gewoon niet mag parkeren. Alleen maak het duidelijk. Het parkeerbeleid is dus voor veel automobilisten niet duidelijk. Daarnaast is de handhaving in de straat ook een onderdeel van het probleem. Volgens de gemeente zijn er niet genoeg BOA's om er dagelijks te controleren. Toch ligt het niet alleen aan het gebrek aan handhaving. Iedereen weet dat je niet binnen 5 meter van een hoek mag parkeren. Maar deze auto staat er dus al, ik denk wel 1,5 of 2 uur. En misschien wel al het hele weekend. Ondanks dat we het weten, toch gaan we er staan. Waarom is dat, denk ik? Ja, dat is gedrag van mensen. De Fietsersbond wil daarom dat het hier fysiek onmogelijk wordt gemaakt om te parkeren. Zodat er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan en de verkeersregels worden afgedwongen. Zeker nu, zeg maar, de scholen zijn weer begonnen. Er komt weer meer verkeer. En dan moeten we ook voor een beetje verkeersopvoeding zorgen dat de gemeente zorgt dat op plekken waar het veiliger kan, dat het daar ook gebeurt.